Alright, goedenavond allemaal. Wij zijn de Movies Podcast, wij komen helemaal uit Antwerpen. Dus je gaat hem wel af en toe horen in de podcast. Dus als je ons niet verstaat, steek je hand omhoog en wij leggen dat wel uit. Dus het is de eerste keer dat wij hier live een podcast gaan doen, dus voor ons is het ook allemaal nieuw. Maar we gaan het eigenlijk hebben over het thema van het festival. We hebben gelezen in het boekje hier dat dat 60 jaar ruimtevaart is. Want we hebben gezien dat de eerste man in de ruimte de meneer Gagarin was. Dat mogen we eigenlijk niet zeggen, want de Amerikanen hebben dat niet gegeven. Hè? Die willen eigenlijk zeggen dat dat Alan Shepard is. Maar die was tweede, dat moeten we zeggen. Dus daar gaan we het over hebben met onder andere The Right Stuff. Ik weet niet of iemand die je ooit heeft gezien. Een hele oude film, een hele lange film ook. Maar we gaan erover beginnen. 1983, Philip Kaufman die bedacht om een film te maken over de Mercury 7 Project, gebaseerd op het boek van Tom Wolfe. Dus David, wat vond jij van heel de opzet? Ik in tegenstelling tot u, want ik weet dat jij er niet zo over te spreken waard. Nee, dat is spoiler. Maar ik vind een goede film. Je haalt er net wel aan dat het een lange film is. Dat is ook zo. En hij voelt bij momenten ook lang aan. Wat dan niet zo goed is natuurlijk. Maar ik heb mij over het algemeen toch wel goed geamuseerd. Vooral bij de wanneer ze geselecteerd worden, als ze hun proeven moeten doen. En ja. Ik vond het wel zot hoe goed dat Ed Harris, een zeer jonge Ed Harris, hoe goed dat hij leek op John Glenn. Ik ken John Glenn, dus ik kan niet vergelijken. Maar... Ah, wel, er is een documentaire, ook op Disney+, The Real Right Stuff. Ik vind dat fantastisch goed, die documentaire. En daar zie je dan de echte astronauten in. En die Ed Harris, dat is 100% John Glenn. Dus dat is echt wel een goede cast geweest. Ja, en hij deed het ook supergoed, hè? Ja, absoluut. Ja, ik reken mezelf toch tot de grote science-fiction-fanaten, maar ik had raar genoeg nog nooit van The Right Stuff gehoord. Ik heb hem dus nog niet gezien. Heel vreemd. Ik hoop dat het een enigste klassieker is dat ik nog nooit heb gezien. En ja, ik had die film niet in mijn bezit. Dus toen ik vernam dat we daar een bespreking over gingen doen, heb ik die besteld op Amazon. Maar ik had The Tight Stuff in mijn bus gekregen. En ook een goede film, maar dat is een volledig ander genre. Is het ook met astronauten of ja, Space Babes? Ja, het is iets met Space Babes. Maar dus ja, The Right Stuff, ja, het heeft mij heel hard verrast. Ik heb er al heel veel parodieën over gezien, de Simpsons en zo. Er worden fragmenten over nagebouwd, dus ik had er wel al iets van gezien. Maar ja, ik vond het echt een klassieker. Ook ja, het is gebaseerd op waar gebeurde feiten, dat is nog zoiets. Hè? Je hebt er al wel iets van gehoord, van het Mercury-programma van de NASA. En ik vond het echt heel interessant, die race met de Russen, om als eerste een astronaut rond de aarde te krijgen. Ja? En dan, ja, de Russen waren meestal eerst. Hè? Ja, we waren altijd eerst tot de Apollo-programma er kwam. Hè? Dan... De race naar de maan hebben de Amerikanen gewonnen. Maar eigenlijk alles anders hebben die gewoon verloren. Hè? Maar het schijnt, ik weet niet of je Capricorn One hebt gezien, is dat zelfs ook misschien in scène gezet, hè? De eerste Amerikaanse maanlanding. Ja, Capricorn was hier op het filmfestival, ik denk vorige week zaterdag, tijdens Duister. Dus ik weet niet of er veel volk bij Capricorn zat. Maar op zich, dat is ook een hele goede film natuurlijk. Hè? Maar voilà. Of het echt in scène is gezet, dat betwijfel ik. Maar het kan altijd. Ja, er zijn heel veel theorieën rond. Dus, Ja. Maar ik vond ook de zwakte van The Right Stuff, want ik vond die niet goed, dat was dat hij een documentaire was die een film wou zijn. Of een film dat een documentaire wou zijn. Er is zelfs een scène dat ze een spermastaal moeten gaan afgeven. Ja, dat wil ik niet zien in een film. Hè. Dat moet gewoon passeren. Daar zit net een humor in. En sommige mensen willen dat waarschijnlijk wel zien. Hè? Ik vond die scène, ja, ik heb het er net al gezegd, hè, die scène dat ze hun proeven moeten gaan afleggen en zo, daar is de film op zijn best. En die scène, het spermastaal, is er daar eentje van natuurlijk. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind hem juist op zijn best als ze echt naar space gaan. Ik vind voor de rest is er nul spanning in. Hè? De Russen zijn eerst. Jeff Goldblum, Dr. Malcolm, die komt dan binnengelopen. Ze zijn er. Maar er is geen spanningsopbouw. Hè? Ja, maar je zit natuurlijk ook wel mee in historisch feit. Hè? Je kunt dat niet gewoon allemaal gewoon veranderen. In tekst had dat wel spannender geweest zijn. Hè? Maar wat ik wel spannend vond, was blijkbaar een jaar voor dat ze de eerste Amerikaan hebben gelanceerd, zijn er echt 100 lanceringen fout gelopen.
Dus je moet je dat voorstellen, dat jij als eerste wordt gelanceerd en je weet, er zijn 100 raketten ontploft. Ay, dat is toch... Dat is wel ik, een was Chuck... ik was zenuwachtig. Dat is wat Chuck Yeager ook zegt, hè? Dat is het verschil met de apen. Hè? De apen weten niet als ze met een raket onder hun kont zitten, die aan elk moment kan ontploffen. Klopt. Dat is trouwens ook briljant, hè? Die montage en dat die apen worden getraind. Ja. Dat is toch goed? Zo, tegelijk met die astronauten. Ja, hè? Dus dat is wel goed in beeld gebracht, inderdaad. Dat is toch lachen. En die een Chuck Yeager, want dat vond ik ook onbegrijpbaar, dat hij in die film zit. Dat zijn twee verhalen die ze willen combineren. Want die een Chuck Yeager, de eerste man die door de sound barrier is gegaan, begin dat jaren schijnt. 50 of zo. Maar uiteindelijk, wat doet hij in die film? Want die werd helemaal niet geselecteerd voor de Mercury Program. Ja, dat is volgens mij enerzijds om aan te tonen, want hij kon niet mee in het Mercury-programma, hij had hem niet gestudeerd, dat zeker. Maar dat ook die mensen misschien de right stuff kunnen hebben. En Chuck Yeager is wel ook een pionier geweest. Hè, en... Ja, maar die verdient aan zijn eigen film. Ik heb gelezen hoe het dat komt. De regisseur wou duidelijk maken dat een astronaut meer is dan een aap. En als je die een testpiloot, als ze die elke keer in beeld brengen, dan krijg je wel het gevoel van... Alleen een aap kan zoiets niet. Dat zijn toch mensen die van belang zijn. Want het andere gedeelte van de film, de astronauten zelf, zijn eigenlijk voor spek en bonen erbij. Dat vond ik ook wel ongelooflijk. Dat een aap echt volledig in een baan rond de aarde kan gaan en kan terugkomen. Je moet eigenlijk niet per se een astronaut meesturen. Ah, wel, maar die astronauten hebben dat zelf ook gefixt, dat ze wel iets moesten doen. En die aap moest gewoon zitten en een knopje duwen. Maar die astronauten hebben dan zelf iets gezegd tegen NASA, van kijk, wij zijn piloten, wij willen iets te doen hebben daarboven. Dus dan hebben ze die capsule zo gemodificeerd, dat ze toch iets moeten doen. Ah, wel, voilà, maar het punt blijft dat die niet nodig zijn. Hè? Dus het is gewoon voor de media, hè, voor het Amerikaans volk, dat ze er toch een astronaut insteken. Maar het is helemaal niet nodig. Allee. Dat vond ik ook wel knap. Die rol van de media, dat waren echt rocksterren in hun tijd. En ik weet wel dat de Gagarin de eerste man in de ruimte was en dat de Amerikanen met hun Mercury-programma begonnen zijn, maar dat die Duitse wetenschappers daar bijvoorbeeld zo'n grote rol in hebben gespeeld of zo. En ook ja, de pers, die persaandacht, vond ik wel leuk om te zien. Dat zijn dingen die ik niet wist en dat maakt voor mij die film natuurlijk beter. Ja, het is een beetje een geschiedenisles, maar mij kan dat wel boeien. Ja, wel, ik vond die documentaire, The Real Right Stuff, was dan 1,5 uur. En dat was voor mij veel beter dan de 3 uur van The Right Stuff. Ja, oké. Okay. Maar wat vonden we van een humor dat erin zit bijvoorbeeld? Want gelijk ook de waanzinnige Gus Grissom zegt op een gegeven moment, the issue here ain't pussy, it's monkey, dat is toch... Ja, dat is zo. Maar kom, ja, ik zeg het, die twee benen waar die film op hinkt, documentaire of film, dat was voor mij geen goede combo. Ja, oké. Okay. Ja, ik vond... Ik zeg het, het spijtige vond ik dat de film soms te lang aanvoelde. En dat is vooral wanneer John Glenn zijn vlucht rond de aarde gaat maken. Met dan die ginstertjes dat eraf komen, met die aboriginals. Dat snapte ik niet. Dat hoefde voor mij niet. Ja, maar blijkbaar die glinstertjes, dat was in het echt ook gebeurd. Hè? Dat was ijs blijkbaar. Ja, dat was ijs dat smelte. Dus ik dacht ook van, allee... Die glinstertjes, die aboriginals, zijn op hetzelfde moment een vuurtje aan het afsteken. Waarom proberen ze er van die psychologische toestanden in te steken? En maar blijkt dat het echt gebeurd is. En inderdaad, ijs dat smelten. Hè? Dat vind ik wel knap. Dat moet inderdaad, stel je zit daarin en je ziet vuurvliegjes als astronaut. Die aap had dat niet gezegd, had hem dat gezien. Had. Nee, jawel. Maar dat is toch ongelooflijk. En we hebben dat meegemaakt door die film te zien. Hè? Nee, dat klopt. Ja, op zich. Ik vind het deel in de ruimte vind ik wel goed gedaan. Omdat dat is interessant. Ook omdat het zowel zo'n beetje fout gaat af en toe. Hè. Dus dat vind ik wel goed. Maar ik vind het wel jammer dat ze de vlucht van Scott McKenzie er niet hebben ingestoken. Want die is bekend helemaal fout gegaan. Die zag ook die glinstertjes. En die je net dan een beetje gas bijgegeven. Scott McKenzie, dan die van If You're Going to San Francisco. Ja, die was daar ook. Nee, er was een andere dan. Maar ik denk nummer 6 van de Mercury. En... Die is bekend niet meer teruggerokt, omdat hij zijn fuel op was. Dus die was gas aan het geven voor nog meer glinstertjes, maar die had niet meer genoeg brandstof om dan helemaal naar beneden te kunnen. Dus dat steken ze niet in de film. Dat vind ik jammer. Dat had spanning gegeven. Maar hij duurt al 3 uur en wat is dat? Ja, dat spermastaal haalde eruit en je steekt dat erin. Je moet voor iedereen er iets in steken. Hè? Zeggen de acteerprestaties? Ja, wat weer heel goed. Allee, ik geloofde dat wel, behalve de Chuck Yeager. Ik heb het daar moeilijk mee. Maar ook met die acteur, nee. Oscar-nominatie gaat, denk ik.
Ja, die film. Kan wel, maar... Sam Shepard, geen familie van de Shepard. Dat vond ik ook, want je hebt een Sam Shepard, een acteur, die speelt dan niet de Shepard in de film. Ja. En je hebt dan een acteur die Glenn met zijn achternaam noemt, en die speelt dan de Shepard. Ja, ook geen familie, denk ik. Ook geen familie. Scott Glenn, nee. Ja, ik vond Ed Harris wel uitstekend. Ik vind hij een beetje een ondergewaardeerde acteur. Ik denk dat je 100 mensen aanspreekt op straat. Je vraagt wie zijn uw favoriete acteurs, dat er dan maar heel weinig Ed Harris van kan zeggen. Maar Harris die is altijd goed. En dat is zo, precies zo, de typische Amerikaan dat je speelt. Zo'n vrolijke... Ja, de posterboy uiteindelijk. Ja, ah, wel, inderdaad. Eigenlijk dat jij van de posterboys bent van de movies. Hè? Ja, nee dank je. De echte John Glenn is ook voor president gegaan, denk ik. Hè? Die is senator alvast geweest. Of wat die presidentskandidaat was, weet ik niet. Ja, volgens mij. Het is een ooit wel kandidaat, niet gehaald, denk je, voor de Democraten. Maar nee, die Ed Harris. Ik vind dat de film ook beter wordt vanaf dat hij erin komt. Echt wel. Dat is wel, ja. Ook gewoon ja, zijn figuur. Dat is echt zo'n American hero, hè. Die niks fout doet. En, ja. Hij kan ook alles aan, hè. John Glenn, of? Waarschijnlijk ook, maar Ed Harris, hè. Echt. Ja, maar die is toch een beetje later in zijn carrière zo wat meer de villain geworden, hè. Niet? Ja, in The Rock, maar is dat echt een villain? Ja. Niet echt. History of Violence speelt je ook zo wat de smeerlap in, denk ik. Voor de rest ken ik mij zo niet direct. In The Truman Show is dat ook niet... Is dat een villain in The Truman Show? Ja, ja sowieso. Zeker wel, zin, ja. Maar The Abyss? Oké. Daar is geen villain, denk ik. Nee. Maar altijd goed, hè. Echt wel. Ja, dat klopt. En er zijn ook theorieën, hè. Dus de vijand in de film is eigenlijk de Sovjet-Unie. Hè. Die wordt ook duidelijk afgeschilderd als slechterikken. Hè. Elke keer dat die een lancering doen, die lukt, zie je zo op de achtergrond het brein achter die lanceringen zo een evil ja, een goldfinger love zo. Doen. Hè. Dat vond ik ook ongelooflijk. Maar er zijn dus theorieën dat de Sovjet-Unie ten val is gekomen, mede door die lanceringen. Dat kostte heel veel geld. In het gedoe van Tsjernobyl dat ze moesten opkassen. Maar ja, ik vind dat wel chic. Er zit heel veel achter die wedloop tussen die twee. Hè, die heel veel geld erin steken om als eerste resultaat te boeken. En ja, het land leidt eronder hè, om eerst te zijn. Ah, wel, maar moeten dat dan in een film steken of in een documentaire? In een film. Ik vind een film altijd interessanter als die goed gemaakt is. Hè. Wat nu het geval wel is, het duurt lang, maar de muziek, hè, daar heb ik ook nog niks over gezegd. Bill Hunting. Het begin al. Je hebt zo een soort van hartslag. En terwijl wordt er een snel vliegtuig gefilmd, hè, dat die de geluidsbarrière doorbreekt. Dat is ongelooflijk. Dan gaat je hart zo mee dat ritme aan. Dat is ongelooflijk. Ik vraag mij wel af wat de familie van Lyndon Johnson van die film vindt. Want die wordt echt wel afgeschilderd als een... Ja, ja als een hulpeloos wezentje. Ja, echt. Zo een tantrum. Zo, ja. Hè, ja. Grappig wel, maar ik denk niet dat... Ik kan me niet voorstellen dat een mens in het echte leven zo was. Dat lijkt me sterk. Ja, ik weet het niet. Wel. Ik vond het ook wel goed dat je over Lyndon Johnson gesproken hebt. Dat ze zo die augmented beelden erin steken. Dat Alan Shepard zijn medaille krijgt van Kennedy, de echte Kennedy. Ja. Dat ze dat dan zo hebben gefixt, dat precies echt lijkt. Ja, ja in Forrest Gump doen ze dat ook heel een tijd. Hè. Dat is knap, hè. Dan is dat zo precies echt gemonteerd. Hè, ja. Natuurlijk, de film, jullie vinden die heel sterk. Ik vind het verhaal ook heel sterk. Omdat die Tom Wolfe, die heeft die een boek geschreven... Puur uit passie voor heel dat Mercury Project. Mm-hmm. En die heeft echt interviews gedaan met die vrouwen, met die astronauten enzovoort. Een gigantische kloever van een boek. En dat heeft dan de Philip Kaufman het dan in een film proberen gieten. Philip Kaufman kennen we onder andere van? The Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers. En Indiana Jones blijkbaar, veel geschreven aan Indiana Jones. Voor de rest? Voor de rest niet, nee. Ah ja. Ja, heel veel geschreven en zo, maar nou, niks spectaculair. Hè? Maar dus zijn enigste non-fictie project waarschijnlijk dan... Ja, dat was zijn eerste ding. En ook, zoals moet ik zeggen, zijn magnum opus, of hoe zeg je dat? Zijn ding. Ja. Maar in Invasion of the Body Snatchers heeft hij ook geregisseerd, hè? Hij heeft hem ook geregisseerd, ja. Geeft hem eens punten, Maarten. Ah, wel, ik geef die weinig punten. Ja, ik weet het, de mensen zijn misschien niet met mij eens, maar ik geef die puur voor... Het praktische dat ze in die film hebben gedaan. Hè. Dus die sets, dat bestaat allemaal. Hè. Dat is echt cool. Geef ik die 4/10. Dat maar enkel voor dat. Hè. Want de rest van de film vind ik te lang, te saai. Nee. Dus volgens sommigen de laatste grote Amerikaanse klassiekers. Ja, ieder zijn mening. Die kunnen toch niet buizen? Allee.
Ja. Een echte zalmgeit tegen de stroom, hè? Ja, toch wel, toch wel. Ja, ik heb dat niet. Alleen dat gevoel dat dat een American classic is. Hè? Ja, van mij krijg je toch wel een 7,5, toch wel. Het is inderdaad, spanning zit er weinig in, maar je zit natuurlijk met dat historisch gegeven. Je kunt dat natuurlijk allemaal een beetje gaan dramatiseren. Dat zal in bepaalde mate ook wel gedaan zijn. Maar ja, nee, een solide film, interessant. 7,5, ja. Ja, ik geef hem een 8 op 10. Ja, ik vind elke science fiction liefhebber moet The Right Stuff maar zeker zien. Het is geen zeker science fiction zien. Eigenlijk. Hè? Nee, het is fiction. Ja, het is sci-true. Non-fiction, maar ja. Het is wel science fiction. Hè? Allee. Maar ja, geweldig. Goed geacteerd. Een leuk verhaal. Echt gebeurd. Het kijkt gemakkelijker als een documentaire. Goeie soundtrack. Ik weet niet, heeft hem Oscars gewonnen? Ja, 4. Vooral technisch, denk ik. Hè? Technisch, ja. Wel nominaties, hè? Beste film. Ja. Sam Shepard, best een bijrol, denk ik. Ik denk dat Bill Conti ook muziek heeft gewonnen. Bill Conti, ja. En van welk jaar is hem? 1983. 1983. Die release is wel zo wat vreemd. In Amerika is hij dan in 83 uitgekomen. Ja. Maar in Europa, hier en daar zo is, over de course van 5 jaar kwam die er dan uit. Ja, ja. Dus dat was in Holland is hij zelfs nooit uitgekomen. Is hij ook niet enorm geflopt? Ja, hij heeft zijn budget net terug. Maar, ja, okay. Ja, voilà. Maar 83, dan is hem ook heel goed oud geworden. Ay, ik vind, je missiet daar niks aan. Dat zijn die praktische sets natuurlijk. Ja, voilà. Dus ik verkies dan altijd boven CGI. Vooral op een film van 83 gaat. Dus, ja, je ziet dat als ze dan langs buiten de space pod bekijken, dan zie je dat je CGI van die aarde dat niet zo goed is. Dat is ja, maar een videobeeld echt erachter toch gezet. Toch, goed genoeg. Het is zeker niet zo erg gelijk de originele Dune. Of, het is echt goed oud geworden. Alright. Nog een laatste wist je datje. Wie heeft er een gastrol in die film? Zet een echt een Chuck Yeager? Die een bekende naap van Michael Jackson? De Bubbles. De Bubbles, ja. Nee, het is een echt een Chuck Yeager, komt in die film. Als oude man, uiteraard. Amai. In die bar. Ja. Dat is een leuk weetje. Voilà. Dank u. Nu, The Right Stuff. Je zegt het al, een American classic. Heeft natuurlijk ook mensen geïnspireerd. En je zult hier van voor al zien staan. Je hebt hier Interstellar. Christopher Nolan heeft heel zijn space-idee ook wel gekregen van Stanley Kubrick uiteraard, maar ook van The Right Stuff. Het hele, de practical sets, dat was het idee om dat ook in Interstellar te gaan doen. Wat in deze tijd toch niet meer zo vanzelfsprekend is met de CGI, die wel heel goed is. Dus die heeft heel veel dingen daaruit gehaald. En hij zei ook van kijk, voordat we beginnen met filmen, we gaan The Right Stuff tonen aan de crew. Dat de crew mee is met hoe dat marcheert. Dus de eerste opnamedag hebben ze gewoon The Right Stuff gescreend. En dan konden ze beginnen. Dan was die eerste opnamedag al voorbij. Dan, ja. Ja, dat zal een onbetaalde dag geweest zijn. Ja, Interstellar. Beetje anders dan de ruimtevaartfilms, zal ik zeggen, dat hier op het programma stonden. Met dat allemaal films zijn ja, waar gebeurd. En dat ging meer over, we willen de ruimte in. Maar in Interstellar moest het gebeuren. Hè? Dat was een beetje anders in die zin. Ja, en het knappe aan Interstellar is, vind ik, dat het allemaal kan. Theoretisch, alles wat in die film zit, dat kan. Hoe absurd dat het ook is. Hey, je hebt een bepaald fragment dat er een crew neerdaalt op een planeet waar het de tijd anders loopt. Die komen 2 uur later terug. En de passagier die in de ruimte is gebleven, die is 30 jaar ouder geworden, op 2 uur tijd. En dan denk je van, dat kan toch niet zoiets? Maar theoretisch gezien is dat dus allemaal echt mogelijk. En dat vond ik ongelooflijk aan die film. Ja? Dat ze dat er allemaal kunnen insteken. En ook heel dat gedoe met die boekenkast. Toen, de eerste keer was ik niet helemaal mee, maar theoretisch gezien kan dat dus. Kunnen dus vanuit een boekenkast terug in de tijd communiceren via zwaartekracht. Zwaartekracht heeft geen invloed op tijd, dus je kunt via zwaartekracht communiceren met het verleden. Alleen kon ze dat daar, gelijk in de film, moeilijk snappen. Maar het kan en dat is toch ongelooflijk. Ja. Ik vind dat heel sterk. Ja, op zich, Christopher Nolan die is zelf niet zo super slim om dat allemaal zelf te bedenken. Dus die heeft een zekere Kip Thorne erbij genomen. Dat is een astrofysicus of een fysicus. En die heeft dat allemaal berekend. Dus die berekeningen dat je op een gegeven moment achter Michael Caine ziet staan, dat die kloppen. Dus die kerel heeft dat gewoon, tjak, tjak, tjak,
allemaal opgeschreven en dat klopt allemaal. Die mens, beweert hem, maar wie gaat dat nakijken? Ah, wel, die mens heeft een paper geschreven na Interstellar over de technologie in Interstellar en hij heeft daar een Nobelprijs voor gewonnen. Oké. Okay. Dus hij begon ervan uit dat dat dan klopt. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben wel niet mee met dat deel van de film. Ik heb die nu denk 4 of 5 keer gezien. De eerste keer frustreerde mij dat een beetje. Ik had zoiets van, ik snap het allemaal niet. De tweede keer heb ik dat gewoon losgelaten. Ik probeer dat niet meer te begrijpen. Matthew McConaughey zit in die kast. Hoe dat hem er komt, ik weet het niet. Het interesseert me ook niet. Als ik ooit eens veel tijd heb, wil ik daar misschien mijn research naar doen. Maar ik vind het wel een heel goede film. En dat is omdat je gewoon werkt op zoveel andere vlakken. Met dan, ja, als hart van het verhaal natuurlijk, de band met zijn dochter. Fantastisch geïllustreerd in de scène dat hij uiteindelijk vertrekt. En dat we ze toch nog onder dat dekentje zien, zijn auto, of als ze er niet onder verstopt zit, maar dat de eerste keer wel was. Ja, dat is hartverscheurend, zo weet. Dat is echt... Ja, en die film heeft ook verschillende dimensies. Hè. Wij zijn beide nog niet zo heel lang geleden vader geworden. Ik had die film vroeger al gezien, ik vond die geweldig. Ik heb die film nog teruggezien nadat ik een zoontje had. En als je dat dan ziet, dat een vader zijn dochter moet achterlaten en dat je dan sporadisch beeldfragmenten opgestuurd krijgt van zijn dochter, maar er niet kan op antwoorden. De maskie zit te schreeuwen van, hé, hey, gasse klootzak, jij hebt mij achtergelaten. En die is ondertussen al bekend even oud gelijk haar vader. Die kan niks terugzeggen. Dat is gewoon hartverscheurend. En dat is iets, dat kun je niet voelen, hoe dat je dat moet voelen als je geen kinderen hebt. Dus die film verandert... Die verandert voortdurend wanneer je die terugkijkt. En dat vind ik... En daarnaast ook gewoon heel het gedoe met de aarde is om zeep. Ja, wel, ik heb hem eigenlijk deze week nog eens gezien. En het was nu vond ik hem nog beter dan ervoor. En ja, ik denk dat het wordt nooit gezegd, weet je, er is te veel stof. Ik weet niet waar het vandaan komt. Er wordt nooit gesproken over klimaatopwarming, dit of dat. Maar nu dat je klimaatop bezig is... Je ziet ook mensen met mondmaskertjes. Mensen krijgen last van hun longen. Dat is een beetje profetisch bijna. En nu kwam die film nog veel harder binnen dan ervoor. Dat is echt zot. Het is eigenlijk niet profetisch. Het is ooit al gebeurd. Dus ja, de Dust Bowl. De Dust Bowl. Dus daar is dat op gebaseerd. Dus die scène, dat ze in het begin in dat honkbalstadium zitten en dan door dat dorp rijden. Dat is echt gebeurd in de jaren 30 in de Midwest. Ja. En dat had te maken met droge zomers, verkeerd landbouwen, dat soort dingen, hè. Ja, die getuigenissen in het begin van de film, als je op beeld ziet, dat is ook echt van toen, denk ik. Hè? Dat klopt. Ja. Klopt. Oh, dat wist ik niet. Dus dat was eigenlijk een wereldwijde ramp, in de US. Ja, in de US, in de Midwest, hè, dus wereldwijd. Door de landbouw. Door landbouw, door de hoogte, dat soort dingen. Allee, jongen. Dat is dus een lesje dat we al hebben gehad en er is niks mee gedaan, eigenlijk. Ja, blijkbaar niet, maar kijk. Maar het begint inderdaad op aarde, typisch. Hè. Astronauten wonen precies allemaal in de Midwest. Dat is blijkbaar de Golden Zone. En dan gaat het naar sci-fi en dan gaat het naar inderdaad dat liefdesthema. En die reis dat je met die personages maakt, dat is voor mij ook uniek in een science fiction film eigenlijk. Ja, dat is zo. Ik zeg het, dat is een heel sterk verhaal. In de film, toch technisch, ziet er fantastisch uit, klinkt fantastisch. We hadden het er net over de muziek van Bill Conti in The Right Stuff, maar de muziek van Hans Zimmer in Interstellar is ook waanzinnig goed. En dat komt het best tot uiting in de scène waarin dat het op een gegeven moment begint hun schip te tollen, de Endurance, en het personage van Matthew McConaughey wil terug aankoppelen op dat schip terwijl hij aan het spinnen is. Dat is een van de meest zenuwslopende scènes dat ik ooit al gezien heb op film, denk ik. Nu nog steeds, na de 4e of de 5 keer dat ik hem gezien heb. Supergoed gedaan, echt waar. Ja, en die muziek, ja, dat is ook... ik weet niet, heeft iemand Robin Beuls vorige week hier gezien? En dan weet je wat ik ga zeggen. Dat was een orgelspeler en in de London Temple Church. En Hans Zimmer heeft die dus ingeschakeld om de muziek mee te maken van Interstellar. Dus dat is echt een orgelman. Die is dan echt ontslagen. En dat zit dan mee verwerkt in zijn muziek. En dat maakt zo dat heel speciaal geluid in die film. Ja, oké. Okay. Dat wist ik niet. Weet je, ja. Maar het werkt, alleszins. Zeker wel. En natuurlijk... Matthew McConaughey. Vroeger was ik er niet zo wild van. Ik denk dan om de wedding planner, niet de wedding singer, dat is Adam Sandler, zeg ik. Wedding singer is met Adam Sandler. De wedding planner dan, zo, met Jennifer Lopez, zo een romantisch vehikel.
Dat was zo bij de Pretty Boy. Dat was altijd, hè? Failure to Launch met Sarah Jessica Parker. Ja, maar dat is dan toch, ik geloof, met Mutt, denk ik, 2012, is dat zo voor mij zo wat gewisseld. Dan is dat echt wel een acteur geworden dat goede rollen koos. Dan 2013 Oscar gewonnen. Kwam hem uit de kast in Dallas Buyers Club. In Interstellar kroop hem terug in de kast. Dat gaan niet veel mensen hem voorgedaan hebben. Wolf of Wall Street. En True Detective, hè? Daar doet en True Detective, dat is ook die periode. Ja. Ongelooflijk goede serie. Heel sterke serie. Ja dus hij was toen wel op zijn hoogtepunt, denk ik. Slim gecast. Ja, heel sterk. Hè? Ook die zijn accent, dat is, ja, ik vind dat fantastisch. Hè? Die krijg je niet weg, hè? Ja. Nee, inderdaad. Ja, dat is... En ook een populaire gif, zo'n bewegend beeldje op de WhatsApp. Dat is daar ook het interstellen gekomen. Hij had hem zo zitten te wenen, dat zijn dochter iets zei, wat jij zei. Hij had hem zo was zitten wenen, dat is een populaire gif. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, net het gemaakt als acteur. Hè? Fuck die Oscars, je moet een gif worden. Ja. Maar die heet hem ook, hè? Ah, ja, voor Dallas Buyers dan. Maar ik zou ook gewoon wegdoen dan. Dus, ja. En uiteraard, onvermijdelijk, in een Nolan-film, Michael Caine. Altijd goed. Kleine rol weliswaar, maar altijd leuk om die mensen te zien. Ja, hij is zo de professor, of wat is dat? Die heeft zo dat idee heeft van, we moeten de planeet verlaten. Hè? Het grote brein achter heel het gebeuren. Die net eigenlijk ook al inzag dat het een verloren zaak was. Maar wat ik niet goed snap aan die film is, hè, dus de mensheid kan gered worden door een soort van portaal, zwart gat, dat plots geplaatst is. En ze laten volgens mij in het midden is dat zwart gat geplaatst door aliens of door de mensheid uit de toekomst. Voilà, maar dat zwart gat is er. En effectief, aan de andere kant van dat zwart gat liggen planeten die de mensheid kunnen redden, waar de mensheid zich naartoe kan verplaatsen, die levensvatbaar zijn voor mensen met lucht, water, etc. Maar stel dat dat gat er geplaatst is door de mensheid uit een toekomst, dan... Dat is zo'n paradox, hè? Het skip-of-het-ei-moment, hè? Dus we konden niet gered worden zonder dat gat, maar we zijn wel in een toekomst geraakt om dat gat er te plaatsen. Dus, een paradox... Daar kun je gek van worden, hè? Gelijk John Connor, die net zijn beste maat terug in de tijd stuurt voor zijn moeder te bezwangeren, om dan van hem te bevallen. Hè? Voilà, een paradox. Dus daar krijg ik af en toe een beetje koppijn van, maar... Ja. Dat moet je loslaten, echt waar. Cool, ah, wel, ja, voilà. Maar ja, Interstellar. Ik zeg het, hoewel dat ik de wetenschap erachter niet begrijp, werkt de film voor mij zeer goed. En ja... Ik heb wel een zwak voor de Prestige, maar behalve die film is het wel mijn favoriete Nolan. En ik denk een solide 9. Veruit. Ik geef hem zelfs 10 op 10. Perfect score. Ja, 9,5, ja. Het is zo goed als perfect. En een van de beste science fiction films. Die wel fictie zijn. Allee, het kan echt, maar het is nog niet gebeurd. Ja. Nee, klopt. Misschien wel, wie weet. Misschien is Matt Damon al vertrokken naar een andere planeet. Dat is nog zoiets. Hè? In die film, je hebt dan op een bepaald moment een typisch Hollywood, een villain. Dat zit er dan ook nog eens in. Een scientist dat helemaal doorgedraaid is. En alles om zeep probeert te helpen. Heel de missie, dat vind ik ook geweldig aan die film. Er zit zoveel in, waaronder dat met Damon. Geweldig gedaan. Ook vooral dat je dat niet wist. Want, ja, nu dan wel. Nu wel, maar toen we die eerste keer hebben gezien, ik wist niet dat je erin zat. En dat is een heerlijke verrassing, want je speelt dat ook nog eens zalig. Ja, ja, het is echt, je verwacht het niet, je ziet het niet aankomen. Hè. Het is, hij komt heel goedaardig over, hij wil iedereen helpen. En dan bleek dat hem enkel aan zichzelf dacht. En zelfs de mensheid, ja, gewoon bijna vernietigd heeft. Hè. Ja, basically. Erg. En toch mag hem nog altijd astronaut zijn. Want een paar jaar later in The Martian mocht hij dat nog iets doen. Hè? Ook een hele goede film. Maar we moesten hem wel gaan terughalen. Inderdaad. Er heeft iemand iets becijferd hoeveel dat gekost zou hebben, fictief. En dat ging over miljarden dollars. Hè? The times you have to save Matt Damon in space. En dat was dan echt miljarden dollars. Ja. Oké, ja. Leuke weetjes. Goed. Ja, ik denk ook nog aan Interstellar.
de sets enzovoort, als je de making-of bekijkt, ze hebben heel veel ware gehulten gemaakt. Hey, bijvoorbeeld die Ranger, dat ze landen op die waterplaneet. Die Ranger is dus echt ware gehulten. Ja. Ze zeiden ook van, met miniatures enzovoort, dat kunnen we wel proberen, maar dat gaat niet zo goed lukken. Dus we gaan dat gewoon op ware gehulten maken en dat ziet er fantastisch uit. Hè? Ook de manier waarop ze dat dan doen, dat hij wat beweegt en zo, dat je die making-of bekijkt, dat is echt fantastisch. Dat is echt vakmanschap. Ja, dat is... Nolan kiest er altijd wel voor. Hè. Hij heeft echt een Boeing opgeblazen in Tenet. Ik geloof die een truc dat over kop gaat in The Dark Knight, dat ook echt is, als ik mij niet vergis. Dus nee, knap. Heel knap. En de meerwaarde van IMAX in deze film? Ja, ik... Was die in IMAX uitgekomen toen? Ja, ja. Ik kan me dat al niet meer herinneren. Ik heb die gezien vorige zomer in IMAX. En ja, heel veel is in IMAX. Zelfs soms dialogen. Omdat ze in die spacesuits zaten, dan hadden ze een micro in die spacesuit en ze gebruikten de die. Dus Hoyte van Hoytema, de DOP, die kon filmen met die IMAX-camera's. Hoyte van Hoytema, een gigantisch brede man, die kon die IMAX-camera dus gewoon plaatsen op zijn schouder en die kon dan zo pan alles filmen. En in IMAX, dat was fantastisch. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Als het ooit nog eens uitkomt, misschien nog eens een kans geven, maar... Ja, de Christopher Nolan is van goud waarde voor IMAX. Hè. Dat is, hij is een van de weinigen dat daar echt films mee opneemt. Hè. Thank God. Ja. Het gaat wel beter, want IMAX heeft afgestapt van zijn eigen camera's. Die zijn er nog. Ja. Maar ze hebben ook zo'n IMAX Certified camera's nu. Die wat lichter zijn en wat digitaler. IMAX kan ook helpen. Light noemen ze dat. Zo van IMAX Light, ja, zo'n soort van ja, certification. Dat je dan net van minimale hoeveelheden hebt. Dan gaat dat wel beter. En dan gaat Kinepolis Brussel ook ten goede komen. Ja, het is goedkoper en je kunt het ook als cameraman meenemen. Want de originele IMAX-camera's, die waren gigantisch. Hè? En die moesten ergens statisch zitten. En ja. Ja, en ook gewoon mega zwaar, mega veel lawaai. Dus dat was geen cadeau. Maar de Nolan, ja, die doet het. Hè? En Tenet, je kunt ervan zeggen wat je wilt. Ik vond dat een goede film. Ook dat IMAX-gebeuren, met dat versprekken, was dat soms wel lastig. Maar ik vond dat wel, dat was in orde en ik apprecieer dat wel, dat hem die moeite doet. Ja, absoluut. Dat is denk ik nog de manier om mensen naar de cinema te lokken, denk ik. Toch, IMAX? De toekomst? Ja, de toekomst, ja. Ja. Voor cinema's, ik denk dat wel. Voor cinema's wel, hè. Die extra belevingen. Ja. Nee, alright. Ik denk dat wij uitgepraat zijn. Denk het ook. Dus bedankt voor jullie aandacht. Bedankt om ons te ontvangen. Dank u. We hebben nog een technische mededeling, juist. Wij hebben een kalender gemaakt, zoals je hiervoor ziet. Dat is geen kalender van een jaar. Dat is 366 dagen, een soort van verjaardagskalender. En elke dag een film met een reden. Plus ook artwork van onze Steve. Dat is onze graphicsman. Ook de monteur van de podcast, dus de creatieveling. Fantastische graphics. Is hier te koop aan de festivalprijs. 10 euro rond, Payconic, cash. Wij aanvaarden alles. Eeuwig veel plezier van. Ja, je kunt je dus elk jaar opnieuw gebruiken. Hè? Dus, top. Alright, dank u wel. Bedankt en tot voor in de zaal. Ja, dank u wel, merci.